Ik weet wel de eerste keer dat ik hem zag. Everything comes naturally. Vanaf de dag dat hij met zijn vader is gaan trainen, heeft hij heel hard gewerkt. Nobody do it like we do it. Fighting out of the Netherlands. He flows. The king of kickboxing. Rico. Mensen zien Rico soms als een mooie jongen, maar eigenlijk alles lijkt te lukken. Dat zie ik even anders. Hij wilde voetballen met zijn vrienden, maar zijn vader was gewoon heel gedisciplineerd. 1, 2, 3. Rico heeft altijd moeten vechten in zijn leven. Talent is mooi, maar karakter is alles. Hij pusht zichzelf met alle hart. Ik heb de trap genomen naar de top. Stapje voor stapje voor stapje. Jean-Claude Van Damme is een grote voorbeeld. Bruce Lee. Ik weet al heel mijn leven dat ik dit niet voor altijd kan blijven doen. Waarom gebruik ik niet de sport als opstap naar films? Hoe mooi zou het zijn als ik plezier kan brengen naar andere mensen? Wat je vaak ziet is dat ze zo vastzitten in hun training dat de vertaalslag naar film erg moeilijk is. Het is natuurlijk het hoogste niveau wat er is, Rico, dus je moet echt aan de bak. I was getting my ass kicked like crazy. I can learn a lot from these guys. Dat kan je doen als je klaar bent met je carrière, maar volgens mij ben je nog gewoon de wereldkampioen kickboksen. Mijn leven is net een film. Iemand vanuit nergens komt die dan hard moet werken voor aandacht. En hunkert naar erkenning. En dus daardoor heel hard gaat werken. Ik wil niet verliezen. Ik heb wel een paar foutjes gemaakt. Ik mag niet verliezen. Mijn kinderen zijn me alles. Waarom sta ik daar? He wasn't gonna quit, no way. Are you ready? Tonight you won with your heart. 100%, this was all heart.